Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Dit is een video voor de Waterman. Dit is voor week 12, 21 maart tot en met 27 maart. Ben je de Waterman of is je ascendant een Waterman? Misschien heb je hier wat aan. We gaan even kijken naar jouw hoofdthema. Weet dat het algemeen is, dus het kan zijn dat je niet alles kan plaatsen. Het hoofdthema voor de Waterman. Het is tijd om wat speelser te zijn. Het is tijd om wat meer te genieten, om wat meer open te gaan staan. Net als een kind eigenlijk. En bekijk ook eigenlijk de wereld vanuit een verbazing. Want het voelt alsof je deze week ook echt verrast gaat worden op, is dit ook mogelijk? We gaan eens kijken, lieve Waterman, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de Waterman deze week verwachten? Ik voel groei. Nieuwe inzichten. Even kijken hoor. Wat kan de Waterman deze week verwachten? Ja, nieuwe antwoorden. Ik moet zo meteen even die kaartjes pakken. Zo. Ook laat je emoties eruit. Wat kan de Waterman deze week verwachten? Oké, we gaan eens kijken. Ja, deze week staat voor jou, lieve Waterman, ook als teken, zet je schouders ergens onder. Durf wat speelser in het leven te staan om dingen ook voor elkaar te krijgen. Je krijgt nieuwe methodes aangereikt. Mensen die jou verder op weg helpen. Ja, het voelt ook alsof je nieuwe mensen gaat leren kennen, nieuwe stappen ook echt gaat maken. Waardoor je wat meer balans creëert, wat meer inzichten voor jezelf. Het kan zijn dat je een praatje met iemand maakt, dat die persoon zegt, goh nee, naar die winkel moet je gaan. Of dat je bijvoorbeeld naar een persoon gaat die een reading voor je doet, of een psycholoog. Nou, overal waar je maar inzichten van kan krijgen. Je hebt eigenlijk wel dat je altijd het ergste verwacht. En je gaat het eigenlijk omzetten naar genieten van de kleinste dingen in het leven. En je maakt ook wat meer tijd vrij. Ik heb ook het gevoel dat je echt, ja, ik weet niet of het zelfstandig beroep is, maar het voelt alsof je ook echt wel nu je tijd overal voorneemt. Je maakt je los van oude zaken. Eigenlijk ben je ook heel erg bezig met je innerlijk kind. Je brengt je leven letterlijk op orde. Je bent bezig om een nieuw huis, een nieuwe basis voor jezelf te creëren. En deze week ga je wat meer bezig ook met je stem te laten horen. En dat kan zijn omtrent je grenzen aangeven. Het kan zijn omtrent je levenservaring te delen. Maar het voelt ook alsof echt je grenzen aangeven. Dus aangeven, hier ben ik het wel mee eens, hier ben ik het niet mee eens. Breng voldoende tijd door in de vrije natuur. Mediteer en ga kijken naar je droomwensen. Je wordt geholpen en kijk naar de positieve dingen. Er vindt gelukkige veranderingen plaats. Nieuwe werkplek, plaats of een huis. En deze verhuizing is een voorbode van een positieve nieuwe energie. Ik heb het gevoel dat er meer speelt. En je wordt beschermd voor gevaar. Je wordt echt beschermd voor het negatieve eigenlijk. Negatieve gedachten ook. Dus vraag maar om ontspanning. En daarom is het belangrijk om je soms even als een kind te voelen. Ga eens even leuk naar een speeltuin. Ga even voor de gek, even gek dansen of grapjes maken. Met die energie kom je vaak een stuk verder. Ik ga eens even kijken wat ik jou verder mag meegeven. Ja, je gaat echt deze week bezig met je wensen. Je gaat bezig met kijken naar de nieuwe zegeningen. Genieten van de kleine dingen. En dan ga je echt verwachten, het beste verwachten van jezelf. Ik ga een positieve boodschap nog voor jou doen, lieve Waterman. Wees positief. Je gedachten kleuren je ervaring. Richt je dus op het positieve. Dat is de basis van deze week. Lieve, lieve Waterman, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Zo ja, doe een duimpje omhoog en abonneer je op dit kanaal. Verder kan je me volgen via Facebook en Instagram. Wil je 1-op-1 reading of ook mooie kaartjes? Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.